Tijdens deze serie behandelen we de vier P's van succesvol ondernemen. In deze aflevering gaat Richard Kofuijberg de P van People behandelen. Nou, Richard kan dat als geen ander. Hij heeft zelf achter de stoel gestaan en praat in onze taal. Hoe fijn is dat? Richard is de eigenaar van de Business Factory en hiermee geeft hij jullie de P van People. Maar wil je nou echt daadwerkelijk het helemaal op je eigen salon betrekken, kan je Richard ook rechtstreeks benaderen. Maar voor nu, veel kijkplezier met de P van People. De aflevering waar jullie nu naar gaan kijken, dat is de P van People. En onder de P van People schaar je je team en je klanten of consumenten. Die P is wel heel belangrijk, want het is de anker, het anker van je bedrijf. Als je gaat kijken naar hoe is er in de veranderende markt nu de consument die aan het woord is nu, in plaats van dat wij bepalen wat er gaat gebeuren. Die consument is eigenlijk een soort dictator geworden. Dat is de tijdgeest, daar hebben we mee te maken. Maar laten we daar ook naar gaan kijken hoe dat dan zit. Hetzelfde geldt overigens ook voor je team. Ook zij hebben andere wensen en zelfs eisen dan jaren geleden. Ook daar gaan we even naar kijken. Waar zit dat en hoe kunnen we dat tackelen? Ik begin even met een model te laten zien. Ja, modellen bedoel ik geen H-modellen meer, maar echt businessmodellen. Maar die heel simpel werken. Deze linkt aan het filmpje wat je hebt gezien bij de introductie die ik samen met Natas heb opgenomen. Dat is de introductie van de vier P's. Als je gaat kijken, dan zijn er drie ringen. Dat geeft het filmpje ook aan, maar ik ga hem nu echt verklaren. Er zijn drie ringen. Dat is de buitenste ring. Daar staat omgeving. Dan heb je de middelste ring. Daar staat anderen. En de kleinste ring, daar staat ik. Dus de ondernemer, jullie, ik. Als je gaat kijken, laten we die buitenste behandelen. Die buitenste, daar zit allerlei informatie en gegevens waar je geen invloed op hebt. Daar zit bijvoorbeeld de economie, het verkeer, daar zit de politiek. Daar zit eigenlijk alles waar je geen invloed op kunt uitoefenen, maar wel mee te maken hebt. Je zit in een omgeving met je bedrijf. Laten we zeggen dat net als in Amsterdam nu, Amsterdam ligt half open, dat mensen niet naar je winkel kunnen komen enzovoort. Heb je daar invloed op? Nee. Daar ben je betrokken bij. Maar heb je wel mee te maken? Hè? Corona, heb je er invloed op? Nee, zeker niet. Maar je hebt er wel mee te maken. En dat heeft natuurlijk effect voor je bedrijf verder. Moet je daar druk over maken? Je moet erover nadenken en kijken, hoe kan ik daarop acteren? De tweede ring, daar staat andere. Andere, dat is dus de P van people. Daar zitten je toeleveranciers. Daar zitten je klanten, daar zit je team, daar zitten eigenlijk alle mensen waar je mee te maken hebt. De bank, de energieleverancier. Heb je daar invloed op? Zeker. Zeker heb je er invloed op, want die heb je zelf gekozen. Dus dat valt onder de cirkel van invloed. En dan als laatste, ik. Ja, natuurlijk heb je daar invloed op. En daar begint het vaak. Daar begint het vaak, want als ondernemer bepaal je eigenlijk de lijnen. En je hebt twee soorten ondernemers. En beide zijn goed. Hè? Je hebt mensen die zijn trendvolgend. Dus die kijken wat gebeurt er van buiten naar binnen. Wat vraagt de omgeving? Hè? En daar ga ik mijn beleid op aanpassen. Mijn behandeling op aanpassen. We hebben het in het vorige filmpje erover gehad. Ja, in de P van product. Of je hebt mensen die zeggen, nee. Ik wil trendzettend zijn. Ik ga bepalen wat er gaat gebeuren. Dus van binnen naar buiten. Het begint bij ik. Daar heb je ook een bepaalde visie voor nodig. Hè? Waar wil ik heen met mijn bedrijf? Waar wil ik over 5 jaar staan? Over 10 jaar staan? Nou is het in deze tijd heel ver weg. Hè? 5 jaar is al ver weg, maar 10 jaar is echt is dromen. Maar zonder dromen geen toekomst. Hè? Dus je moet kijken, wat wil ik met mijn bedrijf? Ook afhankelijk van de fase waar je als ondernemer in zit. Maar, ik heb een model voor jullie gemaakt. En dat gaat over visie en connectie. Zelf ben ik in 1976 begonnen met mijn bedrijf. Ik was 21 en ik had totaal geen visie. Helemaal niets. Ik ben gewoon begonnen. Dat was ook een totaal andere tijd. En het ging goed.
Het ging hartstikke goed, maar omdat ik geen visie had en geen connectie, had ik ook geen idee hoe het bedrijf zich moest ontwikkelen. De vier P's had nog nooit iemand van gehoord. Het was heel vroeg in de ontwikkeling van de economie als zodanig. Ik was er een onderdeel van. Maar toen ging ik groeien met mijn bedrijf en ik ben van een klein bedrijf, een brugwachtershuisje, naar een groot bedrijf gegaan. En toen dacht ik, ja, maar daar komt veel meer bij kijken dan alleen maar knippen en kleuren en leuk zijn met mensen. En toen heb ik, ik heb wat gestudeerd om dit soort dingen te kunnen doen. En toen kwam ik dit model tegen, wat ik noem dat jullie gaan behandelen. Als je gaat kijken in het raamwerk, het kwadrant, dan heb je dus visie staan en je hebt connectie staan. Ik had dus geen visie. Ik wist echt niet waar het over ging. We gingen gewoon starten. En daarmee was ik ook eigenlijk gebonden aan dat wat ik deed. Dus je ziet, zonder visie en zonder connectie ben je gewoon met handen en voeten gebonden aan dat wat je doet. Het is goed of het is niet goed, maar je weet eigenlijk niet waarom het goed is. Maar ook niet waarom het niet goed is. Dat is wel dodelijk, hè? Als je niet weet waarom iets goed of niet goed is, kun je het ook niet veranderen. Toen ben ik naar de volgende fase gegaan. Allemaal onbewust, hè? Ik had dus nog steeds geen visie, maar ik maakte wel connectie. Mensen vonden het wel fijn om bij ons in het bedrijf te komen. En in die pioniersfase, waar we het begin over gehad hebben met Natas, kon je zien dat in die pioniersfase maak je wel connectie met je team, met je klanten. Want het is altijd gezellig, alles kan, alles mag, als we maar van elkaar houden. En dan zie je als je groter wordt, dat dat niet meer zo werkt. Maar goed, als je geen visie hebt, maar je hebt wel connectie, dan heb je een soort van kumbaya. Dan ben je met elkaar gezellig aan het doen. En ja, ook als we iets moesten bespreken, of er was wel eens wat. Nou, dan gingen we een pizzaatje eten, of we gingen een weekendje weg met het team. Als we maar van elkaar zouden blijven houden, dan liep het wel. Tot ik een visie kreeg. Toen wij van dat brugwachtershuisje naar een winkel gingen van 300 vierkante meter, moest ik een visie ontwikkelen. Moest ik weten, waar sta ik nou voor met mijn bedrijf? Welke mensen neem ik aan? Wie kunnen mij versterken? Wat voor type klanten trek ik eigenlijk aan? Waarvoor bestaan we eigenlijk? Ik had wel visie, maar ik had het zo druk. Ik had geen tijd om connectie te maken. Want je kan wel een visie hebben, maar als niemand weet dat jij een visie hebt, dan werkt het heel erg frustrerend, want wat je in je hoofd hebt, dat komt op de werkvloer en niet uit. Dus als je wel een visie hebt en je hebt geen connectie, dan zit je eigenlijk in een soort ivoren toren. Waar die vier P's nou toe leiden, als je die goed uitdiept en begrijpt waarom het gaat en waarover het gaat, dan kun je naar een visie met connectie. Dus je hebt een visie voor je bedrijf en je laat dat aan anderen merken en voeren. En dan ben je heel succesvol. Dan kun je daarop voortborduren met elkaar. Dan neem je niet zomaar mensen aan omdat je toevallig vindt dat ze aardig zijn of dat ze een mooie kleur ogen hebben. Je neemt mensen aan omdat zij jou helpen je bedrijf te versterken. Om je doelen te halen, om je visie te bewerkstelligen. Dat is wat je eigenlijk wil. Als je gaat kijken, we hebben het er net over gehad. Bestaat de klant eigenlijk nog? Dat is een heel relevante vraag. Bestaat een klant eigenlijk nog? Nee, moet ik je eerlijk zeggen. De klant bestaat niet meer. De klant is een consument geworden. Wat is het verschil tussen een klant en een consument? Een klant is loyaal. Je hebt zelfs misschien wel W-klanten. Ik noem dat click and play. De klant denkt, hey, ik moet geknipt, ik moet gekleurd, ik ga naar mijn kapper. Daar kom ik al jaren. Maar een consument is veel kritischer. Die is niet meer zo trouw. Die is beïnvloedbaar. Goh, ik ben daar en daar geweest. Nou, dat was gaaf. Die hebben mijn haar zo goed gedaan en gezellig en visie en connectie. Die hebben het samengebracht. Die consument, die heeft dat gevoeld. En die is eigenlijk een soort lopend uithangbord voor jou. Mooier kan je het niet hebben. Marketingbudget, nul, want je hebt dat in diezelfde klant geïnvesteerd. Wij hebben jaren geleden, en ik raad je ook echt aan om dat te doen, voorwaarde is wel dat je geautomatiseerd bent, hebben wij met ons bedrijf een piramide gebouwd, een klantenpiramide. En die wil ik met jullie delen. Dat is ook weer een model wat ik heb gemaakt, maar het geeft heel duidelijk aan. Wij hebben de vraag gesteld aan onszelf, zijn alle klanten even belangrijk? Moet je voor jezelf het antwoord zien te vinden. Zijn alle klanten even belangrijk? En het antwoord is nee. Ze zijn niet even belangrijk.
En ik laat je zien in dit model hoe dat werkt. Wij hebben onze klanten in 3 groepen verdeeld. Dat zijn de kennissen, dat zijn de vrienden en dat zijn de familieleden. Het is een werktitel, hè? Je kan er zilver, goud, brons van maken enzovoort. En dan zie je een piramide die gaat van breed naar smal. Bovenin zitten familieleden, de vrienden hangen daaronder en daaronder zitten de kennissen. Om nou die indeling te kunnen maken, moet je wel een definitie maken. Wanneer is iemand nou een familielid of een vriend of een kennis? Wij hebben, en daar moet je niet van schrikken, maar dat is gewoon de definitie die wij hanteren. Als iemand tussen de 4 en 6 weken bij ons komt en meer dan 1.000 euro per jaar besteedt, niet per behandeling, was maar waar, maar per jaar, is dat bij ons een familielid. Als iemand tussen de 6 en 8 weken of 9 weken komt en die besteedt tussen de 1.000 en 600 euro per jaar, is dat een vriend. Daaronder, die kennissen, geen idee hoe vaak die komen. Dat zijn mensen die komen bij je, omdat het makkelijk is, ze werken in de buurt of ze zijn langsgelopen en je was toevallig open. Dat zijn dus niet de mensen waar je heel veel marketingbudget moet in moet stoppen. Maar heel veel bedrijven, niet alleen kappers, maar heel veel bedrijven in de retail zie je dat ze juist hun marketingbudget gaan stoppen in die mensen die niet zo vaak komen, in de hoop dat ze vaker komen. En dat gaat niet lukken. Je moet je marketingbudget, wij hebben een marketingbudget van 5%, die moet je stoppen in de mensen die relevant zijn voor jouw bedrijf. Dus de vraag is, zijn alle klanten even belangrijk? Nee. Je familie en je vrienden, die zijn belangrijk. Want die gaan jou namelijk nieuwe klanten brengen, omdat ze zo tevreden zijn over jou. Het lijkt een ingewikkelde som, maar dat is het niet. Als je het 80-20 principe hanteert, dat betekent dat 80% van jouw omzet wordt gegenereerd, dus gehaald, door 20% van jouw klanten. 80% van jouw winst komt uit 20% van jouw omzet. Ik heb het in de vorige P van product, heb ik het daar heel even over gehad. Kijk op je prijslijst, wat zijn de relevante behandelingen en waar verdien je het meest aan? Als je dit doortrekt en je laat die piramide daarop los, dan zie je dus een bepaald percentage. 4%, 6% van onze omzet wordt gegenereerd door familieleden. De overige van die 20%, 14%, door vrienden. En de kennissen, die zijn wel belangrijk, maar niet even belangrijk. Stel, ik heb een kledingzaak. En ik zou Hugo Boss vertegenwoordigen, of ik zou Hugo Boss hebben in mijn kledingzaak. Dan zou ik mijn familieleden op het moment dat er een nieuwe collectie is, die zou ik een mail sturen of die zou ik persoonlijk bellen nog. En zeggen, joh, aanstaande zondag hebben jullie de eerste keuze uit de nieuwe collectie. Ik heb lekker glas wijn staan en ik heb een heerlijk hapje staan. Jullie hebben de eerste keuze, want jullie zijn belangrijk voor me. Tegen je vrienden zou ik zeggen, de nieuwe collectie is binnen. De eerste week krijgen jullie een bepaald voordeel. Dus niet die zondag, maar de eerste week. En de kennissen, die zou ik benaderen op het moment dat de uitverkoop begint. Dus je hebt ze allemaal nodig, maar ze zijn niet even belangrijk. Want die eerste twee, familie en vrienden, die gaan jou heel veel winst genereren. Daar zou ik jullie aanraden om eens te gaan kijken, ook binnen mijn klanten, met die definitie die ik zeg, en het hoeft echt geen 1.000 euro te zijn. Kijk naar wat mensen gemiddeld besteden bij jou, om daar eens een piramide van te maken en je te focussen op die mensen die jouw omzet genereren en ook nieuwe klanten aanbrengen. Dat scheelt je een heleboel extra werk en een heleboel extra geld. Bij ons heeft het waanzinnig goed gewerkt en ik deel het heel graag met jullie. Als we naar de andere P gaan kijken, naar de P van people, dat zijn je teamleden. Wat je nu merkt is, afhankelijk van je leeftijd hoor, als ondernemer, wat je nu merkt is dat er een heel ander mentaliteit is gaan komen binnen je bedrijf, nagelang je veel jongere mensen hebt werken bij je. Zijn die mensen nou veranderd? Nee, helemaal niet. Die mensen zijn wie ze zijn. Dat is een generatie en die werken hard. Die hebben veel meer behoefte aan sociaal leven, aan wat meer vrije tijd. En die mensen die heb je nodig binnen je bedrijf.
Alleen je moet ermee om leren gaan. Dus het zijn niet meer mensen die top-down opdrachten accepteren. Je moet daar samen met hen voor gaan zitten en kijken welk spel je met elkaar gaat spelen. Ik heb een filmpje voor jullie meegenomen. En laten we daar even naar gaan kijken. Dat gaat namelijk over de volgende generatie. Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe u generatie Y beter zou kunnen begrijpen? De Y'tjes komen in grote getallen de arbeidsmarkt op. En als zij een steeds groter deel van werkend Nederland vormen, betekent het dat ze een steeds grotere impact zullen hebben op de manier waarop werk gedaan zal worden. Om hen beter te begrijpen, helpt het u om u in te beelden dat ze Frans zijn. Als ze Frans zouden zijn, zou u dus begrijpen dat ze gewoonweg een andere culturele achtergrond hebben dan uzelf. Daardoor zou het makkelijker zijn om met de verschillen om te gaan. U zou benieuwd zijn hoe zij de wereld zien. U zou geïnteresseerd zijn in hun taal en communicatiestijl. De frustratie van veel mensen is dat ze denken dat de Y'tjes hetzelfde zijn als zijzelf, alleen jonger. Als generatie Y niet reageert op zaken zoals zij zelf gewend zijn, raken ze gefrustreerd. Wat mensen niet beseffen is dat de Y'tjes verschillen van andere generaties als Nederlanders van de Fransen. De oorzaak voor de generatieclash op de werkvloer komt niet door te weinig ervaring van deze generatie. Het is de culturele kloof. Een andere factor die van invloed is voor deze generatie is dat ze van kleins af aan te horen hebben gekregen dat ze de wereld kunnen veranderen. Hier geloven ze dan ook in. Dit hebben ze hun leeftijdsgenoten immers ook zien doen. Ze zijn erop gebrand om de wereld een klein beetje te verbeteren. Maar als ze veranderingen proberen door te voeren op de werkvloer, raken ze gefrustreerd door collega's met een "dat is niet de manier waarop we de dingen hier doen" mentaliteit. Deze weerstand tegen verandering is voor generatie Y een cultuurschok. Zij maken nu immers op de werkvloer deel uit van de cultuur die door de vorige generaties is neergezet. Generaties die een andere kijk op de wereld hebben. Een belangrijk inzicht om samen te kunnen werken met de Y'tjes is te begrijpen dat ze niet fundamenteel kunnen veranderen of verbeteren. Ze zijn immers niet stuk. Ze verlangen ernaar dingen op een andere manier te doen, omdat ze simpelweg zo zijn geprogrammeerd. Dus de vraag luidt: vechten of aanpassen? Als u wilt vechten tegen datgene wat komen gaat, veel succes. U wint misschien de strijd, maar uw organisatie verliest de oorlog. Wees in plaats daarvan bereid om u aan te passen en te zoeken naar overeenkomsten om generatie Y beter te begrijpen. Wees bereid om de wereld te zien vanuit een ander oogpunt. Het gaat niet om het opgeven van uw manier van doen, of om het op dezelfde manier te doen als generatie Y. Probeer het te zien als een cross-culturele ervaring, waarbij leren van en aanpassen aan elkaar essentieel is om de generatiekloof te dichten. Ik hoop dat jullie het filmpje kunnen waarderen. Het heeft mij heel veel inzicht gegeven in hoe je de samenwerking moet gaan invullen met je mensen. Want als je gaat kijken naar samenwerkingsvormen, dan beloof ik je dat dat totaal anders gaat worden. Ik denk ook, en dat heeft corona helaas pijnlijk duidelijk gemaakt, dat de manier waarop wij met elkaar samenwerken, dat niet meer houdbaar is. Je neemt iemand in dienst, je loopt alle risico's, zijn ze er niet. Kijk, er is niemand die graag thuis had willen zitten tijdens corona, maar je loopt natuurlijk ongelooflijk veel risico's en dit moet allemaal wel betaalbaar blijven. Dus ik geloof steeds meer in andere samenwerkingsvormen. Het zij delen van winst, het zij stoelen verhuur, het zij iets opzetten met elkaar, waardoor er misschien ga je er netto iets minder aan overhouden, maar kan je de risico's indammen. Kijk daar eens naar, laat je gedachten erover gaan, praat met je team, want daar gaat het om, hè. Het gaat om people. Praat met je team en kijk hoe je samen tot een fantastische formule kunt komen om je mooie bedrijf uit te bouwen. En geef veel inzichten, zodat ze daar ook in kunnen beslissen. Dank jullie wel. Duidelijk verhaal toch? Deze P van People. Zijn jullie benieuwd naar de andere P's? Kijk dan ook naar de andere afleveringen op mijn YouTube-kanaal.